Voor het 17e jaar is het de stichting Friends on Ice weer gelukt om in Ede een tijdelijke overdekte kunstijsbaan te realiseren. Jaarlijks trekt dit ongeveer 20.000 bezoekers naar het centrum om te genieten van Oer-Hollandse gezelligheid. Op 9 december ging de baan open en het was direct een volle baan. Gisteren zijn we open gegaan, van 2 tot 5 gratis schaats gehad. Toen was het heel erg druk. Maar vanmiddag is het ook weer heel lekker druk. En we hopen eigenlijk dat het 6 weken lang druk blijft. Tot wanneer blijven jullie open? Tot en met 20 januari. En dan ook alle dagen, ook de feestdagen? Nee, het is, we hebben wel een paar dagen ertussendoor. Dan kunnen we even rusten met de vrijwilligers. Dat is eerste kerstdag zijn we dicht. Nieuwjaarsdag zijn we dicht. En we hebben ook nog wat speciale avonden. Dat we om 5 uur dicht gaan, zoals oudjaarsavond en kerstavond. En hoe werkt het precies? Nou ja, eigenlijk is het heel makkelijk. Je komt naar het centrum van Ede. We liggen op het Raadhuisplein. En je komt daar naartoe. En je koopt een kaartje. Heb je eigen schaatsen bij je, dan mag je erop. Behalve Noren. Noren mogen niet op de baan. Maar heb je geen schaatsen? Wij hebben 400 paar schaatsen. Het schaatsen kost 5 euro en de schaatshuur 4,5 euro. Dus voor 9,5 euro ben je ruim een uur aan het schaatsen hier. Ja, in principe is het zo, je koopt een kaartje, dan krijg je een gekleurde schaatskaart. Die gekleurde schaatskaart zorgt ervoor dat wij weten wanneer jij op de baan gaat. En dan weten we ook wanneer je er weer af moet. En dat houden wij bij. We hebben 8 verschillende kleuren. En dat betekent dat we een heel systeem hebben dat we ook zorgen dat iedereen aan bod komt. Je mag er een uurtje op voor een kaartje? Ja, ruim een uur. We rekenen meestal 5 kwartier. En als het niet druk is, door de week 's avonds, dan mag je gewoon de hele avond schaatsen. Ja, en als ik nou niet kan schaatsen, kan ik nog les krijgen? Maandag en dinsdag en donderdag worden de lessen gegeven door de Edese IJsvereniging. Die regelen dat verder helemaal. Je meldt je aan via de site van de Edese IJsvereniging en dan kun je schaatslessen krijgen. Was het moeilijk voor dit jaar om het te organiseren? Het kost wel heel veel geld wat wij hier neergelegd hebben. En dat betekent dus ook dat we heel veel sponsors nodig hebben. En gelukkig hebben die zich ook massaal gemeld. We kunnen altijd sponsors erbij hebben natuurlijk. Maar gelukkig dankzij die sponsors en dankzij de 80 vrijwilligers die hier ook elke dag werken, kunnen we het aan. Draagt de gemeente Ede ook nog een financieel centje bij? Absoluut, absoluut. De gemeente Ede zorgt ervoor dat er ruim 5000 kinderen gratis kunnen schoolschaatsen. Curlen doen jullie nu een aantal jaren, maar jullie hebben nu een speciale curlingbaan. We hebben een hele aparte curlingbaan. Vroeger deden we het allemaal op 1 schaatsbaan waar wij nu op staan. En dan maakten wij de rondjes zeg maar, waarop gecurled moet worden, werd geschilderd. Nu hebben we echt een aparte curlingbaan. Waarop op de maandagavond een competitie is, maar die ook gebruikt kan worden voor een arrangementje. Dus als jij zegt, ik heb een stel vrienden, man of 12, en die willen graag gaan curlen. Net zoals je bijvoorbeeld een bowlingbaan afhuurt, kan je nu een curlingbaan afhuren. En er is een bar bij, en er is een kachel bij. Dus je gaat gewoon heel luxe. Kun je mij een beetje laten zien hoe dat werkt? Absoluut, tuurlijk. Oh, 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 oh. Kijk uit, kijk uit. Eigenlijk is het helemaal niet zo moeilijk, maar we hebben curlingstenen. En die curlingstenen, dat zijn niet de originele curlingstenen zoals dat natuurlijk bij de Olympische Spelen is. Maar wij doen dit ook voor de gezelligheid. Maar het is eigenlijk heel makkelijk. Je gooit met de steen daarna die punt. En wie dichtstbij komt, ik zal een keer proberen. Want dat was een worp van helemaal niks. Maar misschien dat deze beter is. En je moet zo dicht mogelijk bij die punt komen. En je bent dus met meerdere teams. Kan ook zorgen dat je andere teams pest door bijvoorbeeld dit te doen. Maar kijk, nu ligt die helemaal geweldig. Het lijkt eigenlijk een beetje op Jeu de Boel op ijs. Absoluut, het is Jeu de Boel op ijs. Maar het is heel uniek, want wanneer doe je dit? Dat doe je alleen wanneer de ijs ligt. En wij hebben een curlingbaan hier neergelegd. Je zit vlakbij het gemeentehuis. Komen burgemeester en wethouders ook af en toe schaatsen? Ze hebben aankomende januari hebben ze geen nieuwjaarsreceptie, maar er is een nieuwjaarsontmoeting. En die vindt plaats op en rond de ijsbaan. Op 5 januari van 4 tot 6. En wat gaat ze doen dan precies? Dan is iedereen, elke burger uit Ede, gemeente Ede, is welkom. We hebben allemaal tentjes met eten. Je kan komen schaatsen, je krijgt wat te drinken. Er is een draaimolen. Er is van alles te beleven en eigenlijk de burgemeester doet natuurlijk wel zijn nieuwjaarstoespraak, maar die doet hij vanaf de ijsbaan voor een geweldig evenement.